Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het Nederlandse huishoudboekje moet op orde worden gebracht. Dat was de missie die deze coalitie heeft geformuleerd. En dat is de missie waarover met de PVV bindende afspraken zijn gemaakt. Voorzitter, even wat cijfers. In 2011 zal de Nederlandse staatsschuld met 24 miljard euro stijgen. Dat is 65,7 miljoen per dag. Dat is 761 euro per seconde. Tik, tak, tik. 3 seconden. Dat was alweer 2.283 euro die wij of onze kinderen en kleinkinderen ooit moeten terugbetalen. Voorzitter, niet acteren op een dergelijk schuldprobleem heet potverteren. Geen actie ondernemen om paal en perk te stellen aan een dergelijk uitgavenpatroon is ronduit asociaal. Ik als babyboomer zal de rit wel uitzitten, maar het is volstrekt onverantwoord om de komende generaties op te zadelen met een dergelijke staatsschuld. Zeker ook omdat we onze welvaart en daarmee ons welzijn toekomstbestendig willen maken. Deze regering onderkent die gevaren en naar het oordeel van de PVV wordt er hard gewerkt om de seinen voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs op groen te zetten. De focus op kennis, primaire proces, landelijke normeringen zijn allemaal kwaliteitsimpulsen die werken en, let op, die geen of nauwelijks geld kosten. Kwaliteit wordt niet gekocht, ik ben het geheel met mijn VVD-collega eens, wordt niet gekocht met een extra zak gemeenschapsgeld. De kwaliteit herstellen kan alleen door het bewerkstelligen van die cultuuromslag waarvan sprake geweest is in het hele onderwijs. Het kan alleen door de systeemfout die er in het onderwijsgebouw zit, die in het bestuursmodel zit, te benoemen en te herstellen. En juist daarom, voorzitter, vind ik het een godspe dat hoogleraren en onderwijsbestuurders, precies de mensen die verantwoordelijk zijn voor die systeemfout in het hoger onderwijs, en ik denk dan vooral aan de hogescholen, hun studenten voor hun eigen karretje spannen om hier in Den Haag om meer geld te laten bedelen. Meer geld voor wie? Voor de koepels? Voor de kenniscentra? Voor de raden van toezicht die nauwelijks toezicht houden? Voor alternatieve diplomaroutes? Voor de opening van nevenvestigingen in Thailand? Voor onzalige fusies en machtsconcentraties? Voorzitter, het is een Pavlov-reactie om nu op deze manier om meer geld te gaan roepen. Het is nog voor te stellen dat studenten dat doen, maar al die bestuurders die op kosten van de belastingbetaler hun colleges opschorten en studenten naar Den Haag jagen, dat is te gek voor woorden. De heer Van der Ham. Ja, voorzitter. Dat hele rijtje wat u opnoemde, ja. Nee dus. Dan zullen D66 en de PVV samen zeggen, daar gaat het geld dus niet heen. Dus daar zijn we snel uit. Tweede is wat u zegt, ja, we moeten wel met die staatsschuld aan de slag, want dat is een enorme last. Dat is waar. Daarom vinden wij als D66 bijvoorbeeld, zorg er nou voor dat je de hypotheekrente op een goede manier afbouwt. Want dat is een enorme last op de schouders van alle belastingbetalers. Zorg ervoor dat je iets doet aan de WW. Zorg ervoor dat je echt de grote bedragen die heel erg drukken op de schouders van met name de volgende generaties, dat je daar slim mee omgaat. En dan kunnen we namelijk investeren in de gezondheidszorg en ook in onderwijs. Waarom staat de PVV daar niet voor? Heer Beertema. Ja, voorzitter. De heer Van der Ham heeft een talent om via debatten allerlei grote thema's aan de orde te willen brengen. Het gaat hier over een spoeddebat over hoger onderwijs. En hij bestaat het zelfs nu ook nu weer om het H-woord te gaan noemen. Dat is niet het H-woord van hoger onderwijs. Ja, ik wil me toch echt beperken tot mijn verhaal over het hoger onderwijs. En ik wil te zijner tijd best, of een collega van mij, best met u een debat over de hypotheekrente aftrek. Maar ja, voorzitter, daar ging het mij niet om. Voorzitter, het gaat mij erom om dit. De VVD wil heel graag meer investeren, merk je aan alles, in hoger onderwijs. Maar dat kunnen ze niet, omdat op alle andere punten in het regeerakkoord alles vast ligt. En dat heeft u met name gedaan, ook het CDA. Ik wil niet flauw doen, maar ik zou toch een vraag. Probeer het voorzitter. Meneer Beertema, u begrijpt dat u een beetje miskend voelt in het debat, maar de heer Beertema zegt dat. En ik denk, zorg er nou voor dat die discussie een beetje loskomt. Dat we inderdaad investeren in die zaken waar we allemaal van zeggen dat dat goed is voor de Nederlandse economie, namelijk het onderwijs. En dat we goed gaan kijken naar al die andere zaken waar we heel veel geld aan uitgeven, om juist die enorme schuldenlast te drukken. Dus het heeft wel degelijk met elkaar iets te maken. Dus ik vraag nu, net zoals dat ik dat ook aan mevrouw Lucas heb gevraagd, bent u bereid dat als straks uit het rapport Veerman blijkt dat er inderdaad op sommige punten meer geld nodig is, om opnieuw in de coalitie te gaan kijken of dat geld beschikbaar kan worden gemaakt? Heer Beertema.
Ja, voorzitter, wij willen natuurlijk altijd gaan kijken naar de als er mogelijkheden zijn, dan zijn we altijd bereid om dat te doen. Wat ik wel hier wil stellen is dat het investeren voordat er bezuinigd wordt, ja, daar zijn we toch wel huiverig voor. Op het moment dat de bezuinigingen worden ingeboekt, ja, dan heb je het geld binnen als het ware. Dan ben je daar zeker van. Op het moment dat je het gaat uitstellen en eerste investeringen doet, ja, dan ben je toch het geld eerst kwijt. En wat de investeringen betreft moet je nog maar afwachten wat er van terugkomt. Dus ik vind dat een gevaarlijke exercitie. Hè, zeker gezien de ombuigingsafspraken die er liggen. Voorzitter, tenslotte, de heer Beertema zegt, we moeten niet eerst investeren en daarna bezuinigen. Nou goed, daar kunnen we heel erg lang van mening over verschillen. Laten we het tegelijkertijd doen, vraag ik aan de heer Beertema. Dus en investeren en de bezuinigingen, als we dat al samen kunnen laten vallen, dan zijn we alweer een stuk verder. Kan de heer Beertema, meneer de voorzitter, dat toezeggen? Voorzitter, als er mogelijkheden zijn die de kaders van de 18 miljard ombuigingen laten staan, dan willen wij daar naar kijken. Heer Rauwvoet. Voorzitter, het laatste is een begin van goed nieuws. Ik val de heer Beertema bij als hij zegt dit debat gaat over spoeddebat, gaat over bezuinigingen, hoger onderwijs. Natuurlijk is dat het geval, we moeten ons concentreren. Maar hij duikt toch een beetje voor zijn eigen woorden, want hij vloog het debat aan vanuit de veronderstelling, vanuit de uitgangspositie, er moet 18 miljard bezuinigd worden. Dus we moeten nu eenmaal. En ik zou de heer Beertema bijna vragen, weet hij hoeveel er ook per minuut in de richting van de vermogende huizenbezitters gaat? Tik, tak, tik, tak. Maar mijn vraag is natuurlijk wel evident. Als hij dat als kader voor dit debat aangeeft, er moet bezuinigd worden, wil de heer Beertema hier dan ook in de richting van de studenten en de universiteiten zeggen, en de PVV kiest er daarbij om de vermogende huizenbezitters te ontzien en de rekening neer te leggen bij het hoger onderwijs. Dat is een heldere keus, maar geeft dat dan ook toe? Beertema. Nou, de keus is nog helderder. De PVV heeft ervoor gewaakt dat niet het hele beurzensysteem in een sociaal leenstelsel werd ondergebracht. Dus dat wil ik de heer Rauwvoet dan toch nog even meegeven, voorzitter. Ja, nee, maar het gaat om de keuze van de invulling van 18 miljard. Dat moeten we allemaal doen. Daar zitten altijd impopulaire keuzes bij. Dat stem ik u allemaal toe. Ja. En daar kunt u mijn fractie ook op bevragen. Ja. Maar uw keuze is, en die verdedigt u hier, dat wil ik even scherp hebben. PVV kiest met overtuiging voor het bezuinigen wel op hoger onderwijs. En niet op zoiets als de hypotheekrenteaftrek voor de hogere inkomens. Dat is helder. De heer Dibby. Ja, voorzitter, de heer Beertema kan nog zo zijn best doen om recht te praten wat krom is. Dat maakt het natuurlijk niet recht. Want als er één plek is waarvan economen zeggen, elke euro die je daarin investeert verdient zich dubbel en dwars terug, dan is het wel de euro die je naar het onderwijs stuurt. Dus wil de heer Beertema minder tik-tak, dan moet er meer ching-ching bij voor het onderwijs, voorzitter. Maar dat is niet mijn vraag. De vraag is de volgende. In het verkiezingsprogramma, en het staat er echt, van de PVV staat, dat je ook kunt studeren als je vader geen GroenLinks'er of D66'er is, vinden wij een groot goed. De kinderen van Henk en Ingrid moeten gewoon kunnen doorleren, ook als er van huis uit geen geld voor is. Voorzitter, dat is mij uit het hart gegrepen, maar de heer Beertema zit half op het plus en lijkt de kinderen van Henk en Ingrid al vergeten. Heer Beertema. Ja, voorzitter, ik zie niet hoe de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar komt. Ik zie het echt niet. Het blijft prima toegankelijk. Driekwart van de studies blijft betaald worden, ook in het systeem van wat het regeerakkoord voorstelt. Ik onderschrijf het echt niet. Heer Dibby. Dat is dan heel inconsistent, want toen het over het sociaal leenstelsel ging, zei de PVV constant, arme studenten gaan nu minder studeren uit angst voor schulden, boetes, weet ik nog wat. Waar hebben we het vandaag ook over? Studenten die mogelijk geconfronteerd gaan worden met hele grote bedragen die ze niet kunnen ophoesten omdat ze dat geld van huis uit niet hebben. Dus nogmaals, is de heer Beertema de kinderen van Henk en Ingrid nu al vergeten, nu die het plus ruikt? Of zegt hij nee, die kinderen van Henk en Ingrid die verdedigen wij nog steeds? En dus zullen wij heel scherp letten op daar waar dit soort maatregelen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs belemmeren. Heer Beertema. Ja, voorzitter, die toegankelijkheid, daar hebben wij hard voor gevochten, ook bij de onderhandelingen voor dit regeer- en gedoogakkoord. Want ik zeg nogmaals, het beurzensysteem is overeind gebleven tegen alle politieke tekenen van de tijd in op dat moment. Behalve de bachelorfase, dat hebben we inderdaad moeten prijsgeven, een sociaal leenstelsel. Maar de rest staat. En dat blijft zo. En daar zijn wij, denk ik, terecht trots op als PVV.
Heer Diebi, laatste maal. Voorzitter, dankzij de PVV, mede onder verantwoordelijkheid van de PVV, hebben de kinderen van Henk en Ingrid eerst te maken met een bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs. Vindt u waarschijnlijk ook fantastisch, kunt u waarschijnlijk ook heel goed uitleggen. Volgens als ze ooit het hoger onderwijs bereiken, dat willen we allemaal zo graag met elkaar, vooruitgang, kinderen uit armere gezinnen, dat ze kunnen opklimmen naar een hoger niveau, dan worden ze geconfronteerd met allerlei financiële maatregelen en boetes als ze niet naar de wens van dit kabinet snel genoeg afgestudeerd zijn en hun studiepunt hebben behaald. Voorzitter, dat kan ik niet met elkaar rijmen. Dat u aan de ene kant zegt, dat de heer Beertema aan de ene kant zegt, de toegankelijkheid staat voorop, en aan de andere kant dat allerlei drempels opwerpt voor kinderen van Henk en Ingrid om het hoger onderwijs te bereiken. Heer Beertema. Ja, voorzitter. Wat het passend onderwijs betreft, daar kan ik ook een prima verhaal voor houden. Ik wijs er nog een keer op dat bij ongewijzigd beleid, dat door u dan kennelijk wel werd ondersteund, 21% van de hele onderwijsbegroting in 2014 zou gaan naar passend onderwijs. Dat betekent dus dat er 21% van de kinderen, dat er kennelijk iets aan mankeert. Dat zijn cijfers waar ook meneer Diebi problemen mee zou moeten hebben, denk ik, voorzitter. Want dat zijn bijna perverse cijfers. Heer Van Dijk. Voorzitter, ik wil graag antwoord op de vraag. U heeft drie maanden. De heer Van Dijk. Voorzitter, de PVV zegt, het heeft geen zin om zomaar een zak geld in onderwijs te investeren. Nee, maar dat is nu ook niet aan de orde. U haalt namelijk een zak geld weg uit het onderwijs. En ik sta er pal voor om dat te voorkomen. En vrijdag ook heel veel studenten en anderen. Dus als u nu hier trots loopt te verkondigen dat u de studiefinanciering heeft gered, slechts voor de bachelorfase, want van de masterfase gaat u hem gewoon afschaffen, dan is dat toch volstrekt niet uit te leggen als u vervolgens tegelijk het collegegeld met 3000 euro verhoogt voor langstudeerders, waarmee u weer op een andere manier een enorme drempel opwerpt. Voordat de heer Beertema antwoord geeft, ik vind het uiterst vervelend om er weer op terug te moeten komen, maar we hebben nu eenmaal als regel dat het via de voorzitter gediscussieerd wordt. Dan heb ik het gevaar af dat er weer aardige opmerkingen gemaakt worden. Ik zou toch erg op prijs stellen om het debat via de voorzitter te laten lopen. De heer Beertema. Voorzitter, u moet dat gewoon volhouden, denk ik. Inmiddels ben ik de vraag van de geachte afgevaardigde van de dat was nou ook weer niet de bedoeling. Nou, dan kan hij opnieuw oefenen om het via de voorzitter de vraag te stellen. Ja, laten we dat kijk eens aan. Twee vliegen in één klap. Voorzitter, ik vroeg aan de heer Beertema hoe hij kan verbinden aan elkaar. Enerzijds dat hij zegt, we gaan de studiefinanciering redden voor de bachelorstudenten, omdat we geen drempel willen opwerpen, maar tegelijkertijd gaan we het collegegeld met 3000 euro verhogen. Die twee zaken zijn niet met elkaar te verbinden als je waarde hecht aan toegankelijk onderwijs. En hoe zit dat eigenlijk bij de PVV? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, voorzitter, nogmaals, die bezuinigingen zijn pijnlijk altijd. Ik vind dat, ja, absoluut. Wij blijven vinden dat het onderwijs eigenlijk heel mild wordt behandeld in het regeren- en gedoogakkoord zoals het er nu ligt. Ik vind het te dramatisch om te stellen dat die langstudeerdersmaatregel van alles onmogelijk maakt voor mensen. Het gaat om een uitloop van 2 jaar. Nogmaals, ja, het is niet leuk, maar het is niet anders. Het is echt niet anders. Ik heb wel bewondering overigens voor de manier waarop de hele hoger onderwijswereld zich manifesteert, dat wel. Dat kunnen andere mensen door bezuinigingen getroffen worden, die kunnen dat veel minder. En ik kan u verzekeren dat er terreinen zijn die zwaarder getroffen worden en waar het veel schrijnender is. Ik zie voorlopig geen schrijnende gevallen in het hoger onderwijs ontstaan. Heer Van Dijk. Nee. Dit vind ik wel een beetje heel goedkoop, voorzitter. Nou ja, dat de heer Beertema zegt, ik heb respect voor al het protest en voor de mensen die daar in beweging komen. U zegt, pardon. De heer Beertema zegt ook, ja, bezuinigingen zijn pijnlijk, maar het is niet anders. Dat betekent dat hij zegt van ja, als het even anders had gekund, dan had het wat ons betreft niet gehoeven, die enorme collegegeldverhoging. En dan vind ik ook dat als u het goed zou menen met het onderwijs, en daar twijfel ik nog steeds aan, dat we dan zouden moeten kijken naar een alternatieve invulling. En die zijn er, hoor. Die zijn er voldoende. Hoeft niet eens door hypotheekrenteaftrek te zijn. Kan ook defensie zijn of een belasting op banken. Volgens mij moet daar met de PVV over te praten zijn. Heer Beertema.
Ja, voorzitter, op dit moment nog niet. Wij gaan eerst afwachten wat de staatssecretaris hier allemaal op te melden heeft. En dan inderdaad het rapport Veerman gaan we nog bekijken. Er staat nog van alles in de week en alles op zijn tijd, zou ik zeggen. Voorzitter, ik vervolg even mijn betoog. Nee, maar valt inderdaad in betoog. Ik had het eventjes over die bestuurders die op kosten van de belastingbetalers hun colleges opschorten om de studenten gelegenheid te geven om te komen protesteren in Den Haag. Voorzitter, ik stel voor dat de staatssecretaris de mogelijkheid onderzoekt om de docenten en hoogleraren die aanstaande vrijdag op zijn verjaardag geen colleges geven, op hun salaris te korten, net zoals dat gebeurt bij reguliere stakingen. Ik kan me dat nog herinneren uit mijn eigen onderwijstijd. Er werd bij een staking een keurige inventarisatie gemaakt, wie had gestaakt en wie niet, en vervolgens werd die dag salaris ingehouden. Zo hoort dat en zo is het ook eerlijk. Wilt u afronden? Tegen de studenten zou ik willen zeggen, laat je niet gebruiken voor de agenda van bestuurders en docenten, maar eis gewoon les. Voorzitter, één vraag nog aan de staatssecretaris. Klopt het dat er in Nijmegen, de Universiteit van meneer De Wijkersloot, beschikt over een eigen vermogen van 300 miljoen euro, waarvan 70 miljoen euro liquide is? En klopt het dat dit soort potjes, zal ik maar zeggen, dit soort spaargelden, toch eigenlijk bedoeld zijn voor de beroerde tijden? En klopt het ook dat de universiteit daar wordt getroffen door een bezuiniging van 7 miljoen volgend jaar? Dank u wel. Ik vraag even aan de heer Van Dijk. Ja, voorzitter, de PVV wil nu docenten en andere mensen die gaan actie voeren, wat een gewoon recht is in Nederland, om die te gaan korten aanstaande vrijdag. Ik vind dat een pervers voorstel, zeker van een partij die het ook nog wel eens op heeft met burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar zou je dan niet eigenlijk, als u dat al voorstelt, eigenlijk ook moeten zeggen dat de PVV alsnog gekort zou moeten worden voor destijds het niet deelnemen aan een Tweede Kamerdebat waar uw partij bent weggelopen? Heer Beertema. Gekort waarop precies, voorzitter? De PVV is de enige partij die geen enkele cent subsidie krijgt. Oh, op salaris bedoelt u? Ja, gewoon een fractiebudget. Ik heb er maar één ding op te zeggen. Dat het was een politiek signaal. En voor het geven van politiek signaal. En wat gebeurt er vrijdag? Een discussie via de voorzitter. Dank u wel, heer Beertema.